Hallo mensen van R&A Gaming. Vandaag doen we weer een Lucius the Game. En de vorige keer hadden wij natuurlijk de conciërge vermoord. Die is dus dood door de piano. En vandaag gaan we nu weer naar ons volgend doelwit. En daar is mijn moeder. Hallo. Oh, Alistair heeft hulp nodig. Maar ik heb geen zin om naar Alistair te gaan. Dus we gaan even kijken wie we nu moeten vermoorden. En blijkbaar moet ik, even kijken, hier naartoe. En dat gaan we ook doen. God, het is echt een dolf. Ik probeer mijn aflevering zo kort mogelijk te maken. Ik probeer ongeveer een chapter te filmen in één aflevering. En dan gemiddeld zeg 10 à 15 minuutjes dan daarover doen. Maar niet altijd wil dat lukken. Helaas. Vind ik niet erg, maar ik merk wel als jij het een half uur laat duren dat mensen niet echt vaak de hele aflevering kijken. En ik wil natuurlijk wel dat jullie mijn serie volgen. En als jullie dat gewoon niet kijken, dan ja, ik bedoel, vind ik best hoor. Maar ik kan het ook gewoon inkorten voor jullie. Als jullie dat niet erg vinden. Ik moet terug. En dan hier is hij. Oké. Okay. Oh, wie is... Ook gewoon die... De kleding, het ziet er niet uit. Allemaal heel ouderwets. Ik vind het wel een cool sfeertje hoor. Het heeft wel echt iets nieuws. Nieuws of oud. Zo'n oud sfeertje. En we moeten even kijken wat ze... ze blijkt dus een beetje zo'n gemeen iemand te zijn. Beetje verbitterd. En ze heeft honger. Dus ik heb stiekem al een beetje gekeken naar een let's play, want ik had dit al eerder gefilmd en toen faalde het. Tenminste, ik had file input uitgezet en direct show aangezet. En dan filmt hij, dan slaat hij zeg maar niet op en dan staat er wel dat ik film. Dus dat is erg irritant. Het gebeurt meestal omdat deze story automatisch opslaat. Nou ja. Dan gaat het fout. En daar is Jovida of... Ja, Jovida. Dus we gaan haar even volgen. Het is echt een zwaar leven wat ze heeft hoor. Kijk hier. Soms verdwijnt gewoon dat eetdingetje. Hier, ik doe netjes de deur voor je dicht. Zie je, ik ben aardig. Ik vind ze een lief kind. Now I know why Mary was always zit daar op dan? I'm starving here. I don't really have time for you right now. Agnes is waiting. Zij is echt dik. Oké, we gaan gewoon haar volgen. Ja hoor. Ze zeikt wel te veel. Maar oké, we beginnen haar volgen. Ik weet toevallig dat ik eerst ergens anders naartoe moest. We moesten namelijk zeg maar rattengif zien te halen ergens. Ik vind het is echt een fucking cool spel, maar duidelijk is het niet hoor. Het begin van de chapters zijn wel makkelijk, maar later wordt het steeds ingewikkelder. Dus het maakt het ook wel weer een uitdaging, want na een tijdje heb je de game alweer door, hoe het werkt en zo. En dan, als het een beetje hetzelfde niveau zeg maar blijft qua puzzel eigenlijk, dan heb je het zo uitgespeeld. Dus, natuurlijk... Moeten wij nu eerst dat rattengif vinden. En verzoeken naar het rattengif. Voor mij, het was echt een... Het is een dolf hier, dat heb ik al gezegd. Maar voor mij was het ergens hier. En dan moest ik hier naartoe. Zo. En dan moest ik voor hem, alcohol halen. Dus dat gaan we eerst halen. Ik loop al een beetje voor... Zo. I think I'm in love. Kan je dit al pakken? Nope. Nou ja, dit is zeg maar de... Voor auto's en zo. Dat is een parkeerplaats. En dan is hier de wijnkamer. Heel onlogisch.
Kijk dan. En hier heb je altijd raar genoeg een FPS gaat hier wat smoother. Oké, dan moeten we nou natuurlijk dit speciale wijn fles pakken. Moet je hem niet laten vallen, anders ben ik de lul. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar goed. En was hij hier ergens iets? Nee. Volgens mij... Ergens in een... hoe heet het? Bibliotheek of zo. Maar waar die is... ik zou het niet weten. Kijk, joh. Nee, dit is hem niet. Het is van een vergaderkamer of een pokertafel of zoiets. Lijkt me ook wel cool. Ik denk dat het is. Ja. Even kijken. Kijk, daar. Boeken. Vast wel een bibliotheek. Moet ik hier naartoe? Misschien lek ik soms een beetje, maar ik weet niet. Ik denk dat ik wat... plaats moet vrijmaken op mijn schijf. En moest ik hier... En was hier zo'n bar. Ja! I found it. Oké. Kijk, daar staat de man. Die moet de ratten weghalen. En ze is een beetje boos op... mijn vrouw die we moeten killen. Thank you, Lucius. Yes! Ik ben een goede jongen geweest. En nu moet ik... Kijk, dit moet ik bemachtigen. Maar hij blijft kijken. En dat is echt, echt irritant. Red points I can take this now, because they will know it. Volgens mij niet te komen hier. Dat had ik vorige keer niet gezien. Ik moet dus wachten totdat ze gaan slapen. Dus we gaan eerst naar bed. God, van een moet je weer echt een heel pad af. Maar hier ergens kon je weer naar boven. Kijk, ik ga de goede weg op. Pam 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 pam. Oh jongen, nu is het natuurlijk donderdag als ik het upload, dus dan hebben we bijna weekend. Yes! Het weekend kan ik eindelijk wat meer gamen. Ik heb de laatste tijd moet ik ook werken en 3 dagen. Nu toevallig 2 dagen, maar meestal moet ik 3 dagen werken. En dan ook nog school. Ik zit op het eindjaar van VMBO. Kijk, nu ga ik verslapen. Maar ja, eindjaar van VMBO, dus ik moet ook examen gaan doen. En stageverslag moet ik af hebben en zo, dat soort dingen. Ik kan ook niet 3 dagen gaan werken, 3 avonden. Dus gaat niet. Dus ik heb gevraagd of ik 2 avonden mocht werken. Dan vonden ze goed. Het ziet trouwens wel heel donker. Zo, licht aan. Ze mag me niet zien. Waar is ze? Zie je dat toevallig op de kaart? Kon je ook sneller weg? Oh shit, hij is... Nee, alles is... Waar is ze? Lucius, ah, kut, nee! Ah, shit. Ik ben betrapt. No. Ik was ziek een porn kijken. Beneden is dan s'avonds een porno... zender. Oké. Ze moet me niet weer zien. Oh, je kan maar 1 kant op. Ziet ze me niet als ik mijn lantaarn ding niet heb. Oh shit. Waar is dat joh? Kan ik geloof ik gewoon gelijk rechtdoor. Nee. Oh. Oh. Shit. Ah. Ja. Die kan ik wel in. Nee. Vuur. Oké, mama. Vroeger als ik... mijn ouders die gaan nooit 's avonds eruit. Ze houdt een beetje de wacht of zo. Maar ja, nooit eigenlijk gehad zo.
Wat doet ze daar? Hier. Hoe laat is het? Kan ik dat zien ergens? Maar ja, oké, ik moet hier naartoe. Moet ik waarschijnlijk wachten tot ze weg is. Je hoort een geluid, geloof ik. Als ze hierin gaat kijken, dan ben ik echt de lul. Zit hier nog iets leuks, joh? Misschien hier boven. Hier beneden. Kan ik alweer naar kijken? Volgens mij kan ik nu wel. Run! Shit! Ah, waarom is alles op slot? Waarschijnlijk ook hier. Ja. Oh ja, de buitenkant wel. Hut. Kan ik hier opklimmen? Als ze me hier betrapt. Oh shit. Is ze er? Is ze weer terug? Even kijken hoor. Die is op slot. Hier nog iets. Nee. Kijk hier veilig in. Ja, oké. Ik moet daar weer een pad zien te vinden. Dus gaan we daarin. Ik hoop niet dat mijn ma hier ergens is. Waarschijnlijk, ja, hier kunnen we nu in. Moet ik hier voorzichtig zijn? Waarschijnlijk gewoon één keer rennen zo volop. Run. Ah, shit. Hoe moeten we dan? Ja. Yeah. Shit, hoe moeten we? Als we hier niet in kunnen. Is van het slot openbreken of zo? Yeah. Misschien hier ergens nu iets open. Nee. Toch hier even kijken nog. Misschien iets over het hoofd gezien. Het is nog heel donker nu. Zo. Kan ik hier dicht aan zetten? Dan zien jullie ook iets. Dat is een denk voor de keuken. Hier ergens joh. Er zit echt geen hol. Dus ik zie geen hol. En meestal wordt als ik rennen, dan gaat de video ook nog wat lager staan. Lichtheid. Dan zie je helemaal geen rol. Joh. Iets van de sleutels hier op tafel. Wel alcohol. Ze hebben hier echt heel veel alcohol. De krant. Kijk, hier kan ik wel in. Mooi. Zou je hier ook gewoon in kunnen? Ja. Trouwens, wat nou als er een dief hier komt, hè? Die komt hier gewoon binnen. Oh, trouwens... Oh! Oeh. Ah, iemand houdt nog gewoon toezicht. Hoe kan ik daar binnen, joh? Ik kan hem afleiden. Oh, wacht, nee. Ik weet het al. Als ik nou... dit kapot maak. Ja. Wow. Kan je nu zo in? Moet ze dan naar binnen en hier. En dan hebben we het rattengif bijna. Ik hoop dat hij niet hier nog staat. Kijk, mooi. Hebbes. Als ik nu word gepakt, dan word ik boos. Moet ik hem natuurlijk. Kijk. Nou, ah, mooi. Oké, dus we hebben het rattengif. Ik ga de volgende keer verder met iemand vermoorden. Of misschien, ja, dat ga ik nog wel even doen. Oké, dus we gaan even deze chapter afmaken.
clean up, bring Hallo. Your food, go do everything at this... Waarschijnlijk moest ik in de keuken moest ik iets vergiftigen of zo. Daar eten. Dus ik doe even de deur dicht, want dan zien ze me. Dan ben ik echt te doof. Kijk. Oh, Wat is dat, joh? Mijn brood. Zout. Ik gooi er gewoon zout op. Nou, iets smakelijk. Oh, waarom mag je dat allemaal niet zien? Kijk. Oh. De kookkunst, hè? Ja, daar ligt het aan. Ja. Ah, de raaf die is mee eens. Jovida, die kan niet koken. Ja, dan krijg je ervan, hè? Play met on de Jovida. Ah, ik kan mind control. Fucking cool. En waarschijnlijk ga ik nu slapen. Of nee, hier. Kijk, ben stil. This is a clear case of poisoning. And I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovida. But I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovida, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Nou, hartstikke mooie speech. Prachtig. Maar jongens, bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer weer bij Lucius. Oh, trouwens, waarschijnlijk weten jullie het al dat ik dit zeg maar donderdag en zaterdag upload op R&A Gaming. Dus twee dagen, dus nou ja, dat wou ik even meedelen. Nou, bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Bye!